Nu is er dus gewoon een kraaksituatie van mensen die geen inkomen hebben en afhankelijk zijn van donaties. En ik heb voor ogen, en het college heeft voor ogen, hoewel ook daar dit allemaal nog niet is uitgediscussieerd, dat het iets wordt wat we nu doen voor de daklozen. Dus je komt er 's avonds om 7 uur, je krijgt eten, je doucht, je slaapt goed. En de volgende ochtend mag je weer weg. Dat is niet leuk, maar dan ben je in ieder geval, hou je je gezondheid en je mentale... En je 's nachts heb je onderdak. Ja, en je schoon en eten, hè? Bed, bad en brood.